inderdaad dat die fraudeurs ook te werk gaan via telefoon en dus ook contacteren. Die Microsoft-fraude, dat is een heel gekende vorm van fraude. Het enige dat je eigenlijk kan doen, is er niet op ingaan, telefoon dichtleggen, je persoonlijke codes niet doorgeven, niet meegaan in het hele verhaal. Maar om het echt te stoppen, daar valt inderdaad weinig aan te doen. Maar ik denk, zolang dat de persoon in kwestie ervan bewust is dat het om fraude gaat en dat men er niet mag op ingaan, dat men dat kan voorkomen. Dus,